We doen vandaag weer een keertje een ouderwetse Brawl Stars Challenge. Je hoort het goed, we hebben het rad weer. Het Dreamhardrad is terug. We gaan namelijk spelen met de nieuwe Poco skin in Solo Showdown map van de dag. Dus krijgen we een random map. En als we winnen mag ik aan dit rad draaien. Ik doe nu even een oefenspin. Wat zouden we krijgen als we meteen zouden winnen? We zouden zilveren barren krijgen. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de rewards die je kan krijgen. Ik heb een beetje allemaal rewards. Al deze speciale aanbiedingen zijn er. Ik heb wat skins ertussen staan. En deze twee megadoos aanbiedingen heb ik er ook tussen staan. Dus gewoon allemaal leuke rewards. En dan ga ik spelen met de nieuwe Desperado Poco skin. Had ik nog niet geclaimd, dus ik dacht dat is wel een leuk moment om dat nu te gaan doen. En dan spelen we dus hier Solo Showdown map van de dag. Krijgen we een random map en moeten we dus met Poco winnen. Ik heb 5 potjes de tijd. En alleen als ik eerste word, mag ik aan het rad draaien. Dus dit is wel een beetje spannend. Dus hopelijk gaat het een beetje goed komen. Maar als jullie er trouwens zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 2000 likes. Het is denk ik te veel op een Brawl Stars video. 1000 likes zou ook heel vet zijn. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. We krijgen er ook meteen een mooie reactie bij. Dus dat is wel vet. En voor alle Brawl Stars spelers en Supercell game spelers zoals Clash Royale, Clash of Clans, vergeet natuurlijk niet de code Bowser te gebruiken. Support je mij een klein beetje mee. Op die manier kan ik natuurlijk ook video's blijven maken. Dus voor iedereen die de code Bowser gebruikt, dikke shout-out naar jullie. Maar laten we nu maar gaan spelen. De sterrenkracht doe ik eventjes deze. Dat we met de super ook damage doen. En dit is prima. Ja, we willen gewoon zorgen dat we gaan winnen. En in Solo Showdown is dat met Poco wel lastig. Maar dan helpt het natuurlijk wel als je de goede sterrenkracht hebt. Maar oh, ik ben heel benieuwd. We moeten ook echt mazzel hebben met de maps die we gaan tegenkomen. En ik ga meteen voor de kistjes. Nou, niet helemaal. Ik wil even wegwezen van die Edgar. Hier even hit. En ik zet de super nog niet in. Hoppa! Let's go! Oké, dit kan wat gaan worden. Dit kan wat gaan worden. Ik heb nu 13 krachtpunten. Ik heb er nu 14. Oh, dit is lekker hoor. Oké, we hebben alle krachtpunten verzameld. Alle krachtpunten voor Poco. Ik zag dat hier ergens die Pam heen was gegaan. Er is ook nog ergens een gif. Oh, misschien kan ik het best niet naar het midden gaan. Oh, die Pam die is hier. Nee, ik zet mijn super nog niet in. Vind ik zonde. Is ook niet helemaal nodig. Nice, dan is daar grip. Dan heb ik nu nog mijn super en ik heb 18 krachtpunten. Als ik dit niet win van die Buzz, dan weet ik het ook niet meer. Kom hier, Buzz. Kom hier. Die zit daar nu om die hoek. Ja, ik wil er ook niet voor zorgen dat Buzz zijn super krijgt. En dit is een beetje irritant. Die Buzz die zit daar. Ik wil niet dat hij zijn super krijgt, want anders kan het nog gevaarlijk worden ook nog. Nou, weet je wat? We gaan gewoon pushen. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ook al heeft hij zijn super. Kijk, hij heeft nu zijn super. Maar ik denk zelf dan dat ik het nog kan verdedigen. Want ik kan gewoon mijn super ook inzetten. Achteraf was het allemaal gedoe voor niks. Want ik heb hem makkelijk gekild. Eerste game meteen gewonnen met Poco. En dit is trouwens super dom. Ik had die skin niet eens geselecteerd. Desperado Poco. Ik had hem niet eens geselecteerd. Ik tel hem wel mee deze game. Dat was echt stom. Ik zat al te spelen. En toen dacht ik, ja shit, ik heb hem niet eens geselecteerd. Maar oké, dit is voor het echie. Wat gaan we krijgen? We krijgen als eerste een mega doos. Op zich prima. Die kunnen we kopen voor sterpunten. En aangezien ik meer dan 300.000 sterpunten heb, is dat geen enkel probleem. Eerste reward van deze video. Het zou wel lijp zijn als we gewoon elk potje kunnen winnen. We krijgen een gezondheidstoken. Op zich wel chill, want ik wil mijn account binnenkort een keertje helemaal naar maximaal level upgraden. Dan is het altijd handig om natuurlijk gewoon tokens en schroot te krijgen. Dat kan ik wel goed gebruiken. Maar oké, let's go. Volgende game. We hebben niet allemaal kistjes bij elkaar. Dus op zich is dat wel een beetje jammer. Maar maakt ook niet zo heel veel uit. Als ik in ieder geval maar even een paar krachtpunten kan verzamelen. Dat zou fijn zijn. Ja, even die. Bibi, die is van mij. Die is van mij. Die mag jij niet pakken. Oké, we hebben in ieder geval 2 krachtpunten. Maar nu is het natuurlijk voor mij een kwestie van super krijgen. Mortus, wat ga jij doen? Of die Shelly, daar kan ik wel even een paar hits op doen. Dat is wel chill. Ik zal even mijn gadget aanzetten en dan even mijn super erbij. En dan kunnen we die Mortus pakken. Ja, Mortus... Oh nee, Poco is best wel goed tegen Mortus. Helemaal als je je gadget nog hebt. Af en toe verkijk je daar wel op hoe goed Poco nog kan werken. Oké, dan hebben we in ieder geval 3 krachtpunten nu. We gaan nu even kijken of ik die Shelly kan pushen. Want die is ook in gevecht daar met iemand anders. Ja, even wat hits. Ondertussen deed die andere ook nog wat hits. Ja, dit gaat goed. Die Shelly is gewoon bijna dood. Hij is nu dood, hij is nu dood. Oké, we kunnen hier even pushen. Ik ga kijken of ik hem kan killen. Even hier en dan mijn super erbij. Hoppa! Let's go! Ik heb alleen geen idee welke knokkers hier in het midden zijn. Oké, ik moet hier even oppassen.
Oh nee. Ah, shit. Daar kwam ik na niet tegen. Ik ging misschien ook iets te aanvallen. Ik dacht, het gaat zo goed. Ik kan gewoon lekker doorspelen. Oké, volgende game. Iets voorzichtiger, want we hadden hier wel meer uit kunnen halen. We hebben nu 2 potjes gespeeld, in totaal mag ik er 5. Dus we hebben nog steeds 3 te gaan. Dus ik acht de kans nog steeds best wel aanwezig dat we een potje gaan winnen. En nu moeten we zo snel mogelijk naar het midden gaan. Zo snel mogelijk. Die Rosa, daar moeten we bij uit de buurt blijven. Ik zie dat daar het midden is, maar hoe kom je daar? Dat is de grote vraag. Is die Rosa, die is hier niet naartoe? Oké, dat scheelt. Dus dan weten we dat die Rosa niet mij achterna zit. Maar hoe kom je in het midden? Het is echt een mega dorp. Of, oh nice! Volgens mij met die groene teleport kwam je er, als het goed is. Ik zag volgens mij groene teleport in het midden. Ja! Nice, oké. Het enige nadeel is wel dat er meteen een Daryl is. Oké, dat is dan wel weer een beetje jammer. Ik moet even mijn super krijgen. Ah, man! Ik ben helemaal blij dat ik de teleport heb gevonden. Nou, die Daryl die liep dus vlak achter mij aan. En die had de teleport ook gevonden. Nou, potje 3 ook verpest. We staan trouwens eerste. Maar potje nummer 3 is niet gelukt. We zijn niet de eerste geworden. Dus we hebben nog 2 potjes om het goed te maken. Dus hopelijk gaat het in 1 van deze potjes lukken. Wat? Ik zit opgesloten. Maar ik zit wel opgesloten met allemaal kistjes. Dus dat is op zich wel nice. Ik kan even hier die Bibi irriteren. Hier, nee, dit is mijn krachtpunt, Bibi. Afblijven van mijn krachtpunt. Wat gaat er nu gebeuren? Oh, die Bibi die heeft die Tara gewoon gekild. Wat is dit nou weer? Oké, ik ben echt puur afhankelijk van wat er in mijn buurt loopt. Eigenlijk moet ik hopen dat iemand hier de boel kapot gaat maken. Dat zou nice zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar ik weet niet hoe groot die kans is. En kunnen er andere knokkers trouwens bij de kistjes in het midden komen? Ik heb geen idee. Ik zou even spinnen. Die boel die wil ik wel pakken. Of die Mortis. Ja, die kunnen niks. En die Bibi kan ook niet zoveel. Het zijn vooral de knokkers van afstand waar ik er moeite mee kan hebben. Bijvoorbeeld de Carol of ik zag net de Gil lopen. Kijk, dat kan wel ingewikkeld worden. Ik zal mijn gadget even aanzetten. Krijg ik weer wat level of wat levens erbij. Hier, doe niet zo irritant, Gil. Ik wil even wat levens erbij krijgen. Dus Bibi, als ik even hier mijn gadget kan pakken. Nee, doe niet irritant, bol. Dit is echt het raarste potje ooit. Als ik dit kan winnen, dan zou het helemaal tof zijn. Oké, ik zal eventjes hier mooi een spray neerzetten. Shelly, hier, maak mij vrij. Maak de boel hier kapot. Dat zou heel chill zijn. Ik kan gewoon niks hier zo. Oh, die Mortis heeft ondertussen die andere Mortis gekild. Helemaal prima. Nou, die kan hier ook niks. Die Mortis kan hier gewoon niks. Ik kan hier ook helemaal niks. Maak mij vrij. Alleen die Bibi kan dat. Nee. Alleen die Shelly kan dat. En die Bull kan dat. Maar Shelly is ondertussen dood. Die Bibi kan niks. Hey, ik heb ondertussen Gil gekild, oké. Maar als die Mortis en Bibi overblijven, heb ik echt een probleem. Dan heb ik echt een probleem. Want Bibi kan mij niet vrijmaken. En die boy, ja! Yeah. Oké, nu moet ik uitkijken. En ga ik nu die Bibi killen? Yeah. Let's go! Yo, wie had dit gedacht dat ik dit potje zou winnen? Ik, om eerlijk te zijn, niet. Dit is echt de genialste win ooit. Dit sloeg ook helemaal nergens op dat ik daar zo vast stond in het midden. Maar we mogen aan het rad draaien. Dus hopelijk krijgen we even een leuke reward. We krijgen de Squeak Skin. Dat is op zich wel nice. Oh ja, dan wil ik meteen even iets vertellen. Ik had een giveaway voor de Squeak Skin. Ik was zeg maar op het moment dat ik de codes toegestuurd zou krijgen van Brawl Stars, was ik een weekend weg. Ik zou ze volgens mij op donderdag of zo krijgen. En ik was een aantal dagen naar Parijs. Dus even een kleine vakantie. Maar in ieder geval, toen ik terugkwam, zag ik dat ik de codes niet had ontvangen. Dus op de een of andere manier is er iets fout gegaan. Ik zou codes krijgen van Brawl Stars om zeg maar die skins te kunnen weggeven aan jullie. Er is iets fout gegaan. Ik heb die skins nooit gekregen. Dus misschien als jullie een ander goed idee hebben voor een andere giveaway, laat het weten in de comments om toch nog even iets leuks te doen. Want ik baalde er zelf wel een beetje van. Dus helaas, daarom is die giveaway niet doorgegaan. Want misschien voor de trouwe kijkers die hebben het al gezien. Ik heb geen winnaar zeg maar bekendgemaakt in de video. Omdat ik ze dus ook niet bekend kan maken. Ik heb die codes niet gekregen. Dus dat is balen. We moeten even hier code invullen. Zo, edelsteen is hergekocht. Met natuurlijk de codebouwers. En dan gaan we nog even... Squeakskin wou ik zeggen. Het is natuurlijk wel Squeakskin. Maar mijn konijn Squeak. Ja, dan gaan we daar het laatste potje mee spelen. Dat vind ik wel leuk. Dus we hebben nog 1 game te gaan. En die gaan we dus spelen met Squeak. Ik weet niet of dat een voordeel is.
Ja, ik weet niet of Squeak beter is dan Poco. Nou, ik denk dat eigenlijk Poco beter is. Nou, we proberen het wel. We zien het wel. Kijk, ik had in de vorige games best wel wat mazzel. Dus hopelijk gaat dat nu ook weer gebeuren. Oké, daar gaan we. We hebben 2 teleports. Maar als je die teleports neemt, dan kom je zeg maar daar in dat vak. En dan kan je helemaal niks meer. Oh, nee. Nee, dan word ik meteen gekild door die Bibi. Ik had gehoopt dat hij ook die teleport zou nemen. Oké, nou, dat was een beetje zonde. Meteen baf, daar gaat mijn droom van nog een keer spinnen. Maar al met al wel prima video. We hebben 2 keer aan het rewardrad kunnen spinnen. Dat is in principe al best wel nice. Zijn we trouwens eerste geworden? Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. We zitten trouwens ook in de hoogste competitie volgens mij. Dus op zich is dat ook wel nice. Dan kan je dat ook weer zien. Ik weet niet waar je dat kan zien. Of hier. Club, nou, maakt niet uit. Volgens mij zitten we in het hoogste. Maar ik laat het erbij voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!